Straks hebben we het kinderfeestje van Ruben. Alleen het is vandaag 29, 30 graden. En als het warm weer is, krijg ik vaak de vraag van ouders, gaat het nog wel door en hoe zit het precies? In deze video leg ik het uit. Als eerste krijgen de kinderen een shirtje aan. Dus ze kunnen hun eigen shirt uittrekken, krijgen ze dat shirtje aan. Hoeven ze geen heel pak aan, want in een heel pak is het warm. Er zijn natuurlijk echte diehards, die willen een echt pak aan. Mag natuurlijk altijd. En je kunt tijdens het feestje wisselen, maar het hoeft dus niet. Dan, de brandweerauto heeft geen airco, maar wel arco. En arco wil zeggen, alle ramen kunnen open. En dat zijn best grote ramen. En als we aan het rijden zijn, ja, dan gaat het best, dan waait het wel lekker door, zeg maar. Dus dat is ook geen probleem. Dan hebben we nog een extraatje, zeg maar. Als kinderen het heel warm hebben, dan spuiten we ze gewoon even nat met onze brandbusseltje. Dus dat kan ook. Dan het programma, want daar krijgen we ook vaak vragen. Hoe werkt dit nou met het programma? Het is eigenlijk heel simpel. De kinderen krijgen eerst natuurlijk wat te drinken, want het is warm weer, dus ze moeten even goed drinken. Daarna gaan we een rondje doen om de brandweerauto, om te kijken wat er allemaal in zit. Dan gaan we rijden en dan krijgen we de eerste opdracht. En de eerste opdracht is de poes in de boom. Dus die moeten ze uit de boom halen. De locatie waar het is vrij beschut, dus op zich sta je niet vol in de zon. Dan gaan we door naar de volgende locatie, want daar zit iemand vast in de auto. Die moeten we eruit halen. Nou, dat is ook niet al te spannend. Dan gaan we door naar het Drie Dijkenpunt. Daar mag iedereen even een foto achter het stuur en maken we een groepsfoto. Dan doen we een oefening water uit de sloot halen. Dan hebben we pauze. En normaal gaan we dan door met het programma na de pauze. Alleen net voor de pauze ga ik dan vragen aan de jarigen van wat wil je? Wil je gewoon weer doorgaan met wat we mee bezig zijn? Dus allemaal opdrachtjes met de brandweerauto dat we opgeroepen worden voordat er iets aan de hand is. Of wil je op het terrein blijven? Rollen we de slangen uit. En dan gaan we allemaal spelletjes doen met water. Dus bijvoorbeeld de vlammetjes omspuiten. Die staan daar. Daar. Nou, je kunt ze bijna niet zien, maar in ieder geval daar staan de vlammetjes. Dus die keuze laat ik dan aan de kinderen. En ik moet zeggen, 8 op de 10 kinderen willen gewoon door met die brandweerauto. Want ze vinden het veel te leuk om avonturen te beleven met de brandweerauto. En daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Dus dat was het. Wil je ook een kinderfeestje bij de brandweer met de brandweerauto? Klik dan even op de link onderaan deze video voor het allerleukste kinderfeestje van Nederland.